73 meter 79 gaan we nog hier voor de Duits. Dat we de sport 4,5 ton voor wat betreft de wedstrijd vandaag hebben gehad, gaan wij ons opmaken voor twee demo's. Normaal gesproken uitkomend in de superstandaard 4 ton. Nou, die klasse die wordt hier niet verreden, dat is meer voor de Veluwe. De superstandaard 4 ton, daar komt deze sondeer van Wiat van de Hemmen normaal gesproken uit. En vandaag dus in de demo. En voor Marlies gaan wij noteren 64 meter en 46 centimeter. Betekent wel dat we allemaal even achter de hek gaan. Ook de gespecialiseerde mannen uit Kruidskerk. Graag achter de hekken. Want we gaan naar de superstandaard. Het is nog even wachten op de groene lamp van de Volvormers sleepwagen. Wiat van de Hemmen dus uit het Groningse Oude Pekela op Pekel met de zilweer. En dan wordt ook aan het begin van de maand de groene vlag gezwaaid. Gaan wij optoeren, ik denk zo, richting de 5000. Oh, de gordel moet nog even om. Ja, kijk, ervaren bemanning van mijn sleepwagen, die ziet dat gewoon. Gaan we op toeren naar, ik denk ongeveer een 5000 toeren. Deze trekker, daar mag eigenlijk alles mee gebeuren wat God verboden heeft, zeg ik altijd. In de toeren, mag het normaal. We gaan op toeren naar, want de koppeling losgaan. Dan zijn we onderweg bij Wiat van de Hemmen. En dat was net even te laat met het terugschakelen. Ja, mooi dat ik het niet. Ja, dat is een beetje te laat. Dat is een sport. Zware omstandigheden voor de baan. Ja, het is een zware baan. Is het is gewoon een lekkere pittige zware afstelling van de sleepwagen. Er moet gewerkt worden. Ik zou daar een keer niet aan. In de 2,5 ton op baan 1 zagen wij net Bernard van der Meij, 58,71, brengt hem op een 7e plaats. Op dit moment daar aankomt Anne van der Heijden met de neus. Tweede plaats is op dit moment voor Marlies Smink. En op de derde plaats op dit moment Fokker de Vries. Onderweg met Sjoerd Bos, 68-63 in de eerste omloop. En op baan 2 gaan wij ons opmaken voor de allereerste run van de La Piccola uit Augustinusna. Frederik Zaalstra, hij gaat zijn allereerste run doen op deze Fiat. En dat zal ook niets van supersport, hobbysport, weet ik veel waar zo'n trekker in valt. Vandaag in ieder geval in de demo. Trekker komt ergens uit het zuiden van het land. Kwam hij uit in de ITTC. Nou, dat is ook weer een soort aparte organisatie. De
allereerste run dus. Dus dat betekent dat we nog steeds even achter de hekken blijven. Want we eindigen de hele dag, maar goed. Als je een foto van de kinderen kan maken, is dat mooi. Als je een foto van de kinderen kan maken, is dat mooi. Ja, dat is goed. Zo, voor het pas even bij komen. Ja, denk ik wel. We hebben een klein beetje in het archief. We hebben een klein beetje informatie van deze La Pimula. En op baan 1 zien wij een afstand staan van 63,42 meter. Voor Sjoerd de Bos. Brengt hem op een tweede plaats in de tussenklassement. Dus de derde plaats kan weg. Zoveel aan de kant weer. Die daar in de hoek staat. Ja. We gaan de baan helemaal vrij maken, maar Frederik is echt niet bang. Die houdt hem af. Dan gaan we toeren. Daarmee onderweg met La Pimula. Althans, als we een toeren gaan krijgen. We gaan een beetje meer op toeren bij mij. De Pimula is een trekker uit de Proostman-klasse. Dat betekent dat er één turbo op een standaard motor wordt gevoerd. Alleen voor de turbo is wel een restrictor geplaatst met een maximale diameter van 3 inch. Zo, voor de technici. De Iveco 8,3 liter motorinhoud met de Holset HX60 Turbo. Vermogen van deze trekker ligt rond de 700 pk. Met onder de kap een 13 mm PP. Oh, er werd nou gezegd minimaal 1000 pk. Zo, dat is optimistisch. Het toerentaal waarmee gereden wordt, zal liggen rond de 4000 moet ik zeggen. En de brandstof is diesel met natuurlijk waterinjectie, alles erop en eraan. En op baan 2, nee, baan 1 moet ik natuurlijk zeggen, onderweg met Tannenbol. Zet hem neer op 73,24. En dat betekent een eerste plaats op dit moment in de tussenklassement. Dus Tannenbol kan ook blijven staan voor de technische Oekraïne. De beste 3 gaat gecontroleerd worden. Voor de 3,5 ton standaard. Melden bij de Wegenbrug. En datzelfde geldt voor de 6,5 ton. Die nog niet geweest is, graag met voet melden. En op baan 1 gaan wij naar de beste 3 van de eerste omloop. Roel van der Meijen, de Inter 5,23. 73,42 in de eerste omloop. Prachtig op de derde plaats in de tussenklassement. Dat is even moeilijk. 64,93 voor de